Dewi, Robin en social media. Dit zijn Dewi en Robin. Dewi zit vaak op haar telefoon. Ze vindt social media leuk. Het is goed om te weten wat je kan doen met social media. En het is goed om te weten wat je beter niet doet. Hier zie je hoe Dewi het aanpakt. Het kindje van Dewi heet Robin. Het is nog een baby. Robin zit in bad. Dat ziet er schattig uit. Het maakt Dewi blij. Ze voelt zich een trotse moeder. Dewi maakt een filmpje van Robin in bad. Ze wil graag dat haar vrienden haar kindje zien. Ze zet het filmpje van Robin op social media. Dewi laat het filmpje zien aan Jennifer. Jen, kijk hoe schattig. Eerst zegt Jennifer, wat is hij lief. Maar dan schrikt ze en zegt, wat heb je gedaan, Dee? Het staat op Instagram. Dat moet je niet doen. Iedereen kan dit filmpje zien en delen. Ook mensen die je niet kent. Als Robin groot is, staat het nog op internet. Misschien wil hij dat niet. Haal het eraf, dan krijg je geen problemen. Dewi schrikt. Ze wil juist een goede moeder zijn. Ze wilde laten zien hoe leuk Robin is. Jennifer zegt, natuurlijk ben je trots op Robin. Je bent toch een goede moeder? Ik snap best dat je een filmpje op social media zet. Iedereen zet foto's en filmpjes op Insta of YouTube. Mensen weten niet dat het gevaarlijk kan zijn. Maar mijn vader heeft het mij verteld. Van je kindje kan je beter geen foto's of filmpjes delen. Dewi haalt het filmpje meteen van Instagram af. Ze is blij dat Jennifer haar heeft geholpen. Belangrijk om over na te denken. Denk goed na voordat je een foto of film plaatst op social media. Een foto van je kindje kan je beter niet delen via social media. Stel je voor dat je kind later groot is. Je kind wil zelf beslissen wie de foto kan zien. Een filmpje of foto van je kindje kan door iemand anders misbruikt worden voor een verkeerd doel. Stel je account in als privé-account. Je account is openbaar, maar dat kan je veranderen. Je kan je account afschermen door deze anders in te stellen. Dit betekent dat jij zelf kan bepalen wie op je account kan en wie jouw filmpjes kan zien. Voor Instagram, YouTube, Facebook en Snapchat kan je opzoeken op internet hoe je dit moet doen. Typ op Google bijvoorbeeld in privacy-instellingen Snapchat of privacy-instellingen Instagram. Dan vind je tips hoe je je account kan afschermen. Vraag om hulp als het niet lukt. Je filmpjes en foto's gaan nooit meer van internet af. Ook als je een privé-account hebt.